In deze screencast bekijken we neurale netwerken. Je ziet hier het overzicht van wat er op het programma staat. Dus, wat is een neuraal netwerk? Jullie hebben er waarschijnlijk al wel eens van gehoord, maar het is eigenlijk een soort van equivalent, een nabootsing van onze hersenen natuurlijk, van een biologisch neuraal netwerk. En je kan hier in de slide bekijken welke onderdelen eigenlijk bij zenuwcellen aanwezig zijn. Je hebt dendrieten die instaan voor het ontvangen van de signalen. Je hebt een kern, de nucleus, zoals elke cel. Dan heb je een uitloper naar eigenlijk synapsen waar een connectie kan gemaakt worden met een volgend neuron eigenlijk. Zoals je dat hier ziet. Op die manier kan je een heel groot netwerk maken van verbonden zenuwcellen die signalen kunnen doorgeven aan elkaar en kunnen versterken eventueel of kunnen laten verminderen in sterkte. En op die manier ontstaan er zeer veel connecties. En in principe zou dat systeem eender wat moeten kunnen leren. Dus te zeggen, eender welke functie moeten kunnen benaderen. Dus essentieel is dat er eigenlijk signalen kunnen doorgestuurd worden, dat die kunnen versterkt worden. Sommige van de binnenkomende signalen kunnen dus versterkt worden en andere kunnen dus eigenlijk verzwakt worden op die binnenkomende dendrieten. En naar buiten toe kan er ook meer of minder hard gevuurd worden. Dus het signaal kan dan harder of stiller worden doorgestuurd. Wiskundig gezien, in de nabootsing van een artificieel neuron gaan wij een aantal inputs hebben die hier A0 tot AN heten. Dit zou ook X kunnen genoemd worden. Als wij helemaal vooraan in de input zitten, dan wordt dat X genoemd, maar inwendig in een neuraal netwerk zal dat A genoemd worden. En dus de inputs tot dat neuron, die zijn dus verbonden via gewichten die hier voorgesteld zijn door pijltjes. Dus elk pijltje heeft eigenlijk een bepaald gewicht. Dat gewicht dat bepaalt hoe sterk dat die input wordt doorgelaten. In de kern wordt een gewogen gemiddelde berekend. Dat zie je aan die sommatie daar. Van die inputs. En zo wordt er een inwendige activatie berekend. Die ZJ, dat betekent dat het jede neuron een activatie heeft die gelijk is aan die sommatie. Daarna wordt die activatie door een functie gestuurd, G, die activatie eigenlijk nog een keer kan transformeren, een beetje kleiner maken, groter maken, wat platduwen en zo verder, dat gebeurt met de functie G, om op die manier dan de output te genereren van dit neuron AJ. Als we natuurlijk verschillende neuronen gaan combineren in lagen, dan kunnen we een neuraal netwerk krijgen. Dat zie je hier. Dus al die blauwe bolletjes zijn uiteraard allemaal van die neuronen die met elkaar verbonden zijn. In principe ga je alle neuronen verbinden met alle neuronen in de volgende laag. Je zou nog vele andere dingen kunnen doen, maar we gaan dat niet ingewikkelder maken. We hebben hier dus vier lagen van neuronen met heel veel connecties. Dus dat zijn de netwerklagen, dat noemen wij normaal gezien de inputlaag, daar waar het neurale netwerk begint. Je moet rekening houden met het feit dat hier vooraan zijn eigenlijk allemaal ook inputdraadjes. Dus elk bolletje hier vooraan heeft eigenlijk nog het is niet getekend, maar een lijntje naar buiten toe waar je de input aanlegt. Dat zullen we zelfs zien. Dit zijn allemaal connecties, dat noemen wij de synapsen, hè, zoals met de analogie met het biologische neurale netwerk. En dan hebben we de verborgen lagen. En dan uiteindelijk de outputlaag, of de output layer. En de kleurtjes geven hier aan of de gewichten eventueel positief of negatief zijn. En hoe vetter getekend, hoe sterker ze zijn, hoe groter de gewichten. Dus dat
kennen we. Dat zijn de input- en output-neuronen natuurlijk in die lagen. Dat is evident. Je kan natuurlijk ook verschillende topologieën gaan maken. Je kan zeggen, we gaan meerdere lagen en meerdere neuronen per laag nemen. En dat zal natuurlijk allemaal een bepaalde invloed hebben. En dat zal ook leiden tot een bepaald gebruik. Dus hier zie je een aantal voorbeelden van zo'n topologieën. En er zijn er dus heel veel mogelijk. En heel veel van die topologieën die hebben dus specifieke bedoelingen, zal ik zeggen. Je kunt daar dan ook nog, dat gaan we niet zien, je kan ook nog links terugleggen. Dan krijg je recurrent neural networks. Je kan neurale netwerken hebben waarbij de neuronen eigenlijk een soort van geheugen in zich hebben. Ze kunnen dan een aantal dingen wissen uit hetgeen dat binnenkomt. Dat maakt ze nog een beetje intelligenter. Maar wij gaan het, omdat het basisprincipes zijn, gaan we het alleen maar hebben over de feedforward neural networks. En waarom dat zo heet, dat zal duidelijker worden. Nu, ik heb daarnet gesproken over die functie die dat in dat neuron zat, die eigenlijk ja, dat gewogen gemiddelde nog een keer ging comprimeren of vergroten of verkleinen. En dat hangt eigenlijk af van die functie g, die dat, je weet hier, zat een functie g, hier zo, die dus eigenlijk deze input z nog een keer transformeert. Dat gebeurt dus aan de hand van een van dergelijke functies. Er zijn er daar een aantal die daarvoor gebruikt worden om verschillende redenen. Je kan een lineaire functie hebben, dat is heel gemakkelijk. Dat is de blauwe hier. En dan je kan een sigmoid functie hebben, dat is een eentje die tussen 0 en 1 varieert. Dus op de, als output kan die minimaal 0 en maximaal 1 produceren. Voor al zijn inputs. Dat gaat eigenlijk squashen eigenlijk een beetje. Hè. Dus de output wordt dan samengedrukt. De ReLU-functie, die is voor negatieve x-waarde gaat dat 0 zijn. En voor positieve x-waarde is dat lineair. Dus dat is ook een discontinue functie. Dus de meeste van die functies die zijn... Die introduceren eigenlijk niet-lineariteit. Dat is de bedoeling daarvan. Omdat een aantal problemen die niet-lineariteit nodig hebben om de oplossing te kunnen vinden. Dus die lineaire functie, dat is een beetje een buitenbeentje in dit geval, omdat hij dat dus niet heeft. Dat zal dus belangrijk worden in de keuze die je straks moet maken als je neurale netwerken bouwt. Maar waar gebruik je dat nu? Wel, data science. Het hele idee van data science is eigenlijk hier vervat in deze ja, pipeline, zou je kunnen zeggen. Je moet eerst natuurlijk, als je data krijgt, begrijpen waar het over gaat. En begrijpen waar je mee bezig bent. Dan moet je heel vaak transformaties gaan doen. Data manipuleren. Dingen wegfilteren. Missing values eruit halen, dat hebben we allemaal in Data Science 1 wel al geleerd, of gedeeltelijk toch al. En dan ga je een model bouwen, dat is wat we nu eigenlijk ook mee bezig zijn. We hebben al verschillende modellen gezien. En de neurale netwerken, dat is gewoon een nieuwe tool in onze toolbox die we kunnen toevoegen. En dan komt de evaluatie van hoe goed is dat model, dat gaan we volgende week bezien. En dan kan je daar natuurlijk toepassingen mee maken. Dus wat zijn zo van die dingen waarvoor je dat kan gebruiken? Dat is klassificatie. Dus je zou afbeeldingen van honden en katten kunnen aanbieden aan een neuraal netwerk. En dan zeggen dit is een kat en dit is een hond. En de volgende keer als hij een kat ziet, zou hij zelf moeten in staat kunnen zijn van die klassificatie te doen. En zeggen dit is een hond en dit is een kat. Dus dat is duidelijk klassificatie. Regressie, dat kennen wij natuurlijk al vanuit de forecasting en vanuit de lineaire regressie. Hè. Dat hebben we gezien bij het deeltje samenhang en ook bij forecasting hebben we geprobeerd van een aantal dingen te voorspellen. Daarvoor kunnen neurale netwerken ook gebruikt worden.
Een andere zaken waarvoor neurale netwerken gebruikt kunnen worden zijn compressie. Dus PCA, dat hebben we ook gezien. principale componentanalyse. Dat kan je even goed met een neuraal netwerk doen. Bijvoorbeeld een autoencoder. Hè. Dus dat is eigenlijk dit neuraal netwerk hier rechts. Hier ga je van veel dimensies terug naar veel dimensies, maar in het midden zijn maar twee dimensies. Dus als je dit neuraal netwerk traint, zoals we zelfs zullen zien, zullen hier twee dimensies eigenlijk zijn. En op die manier kan je een compressie bekomen. Je moet dan de input hier aanleggen en de input terug daar aanleggen. En dan heb je eigenlijk ook een compressie. Dus dat wordt daar ook voor gebruikt. Goed. Nu... Dus regressie en klassificatie, dat zijn eigenlijk de twee grote zaken waarvoor je een neuraal netwerk gaat gebruiken. Als je regressie gaat gebruiken, dan het eenvoudigste modelletje dat je zou kunnen hebben, is één neuron aan de output en gewoon wat inputs. Dus ik heb hier een aantal inputs en ik verbind die met één neuron. En in dat neuron steek ik een lineaire functie, dan heb ik eigenlijk niets anders dan datgene wat we al in Data Science 1 hebben gezien. En toen hebben wij dat daar lineaire regressie genoemd. We hebben dat dan wel beperkt tot twee inputs, maar dat heeft geen belang. Dat kan naar meerdere inputs veralgemeend worden. Logistic regression, dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Dat is een soort van simpelste neurale netwerk dat je kan gebruiken om een klassificatie te doen. Daarbij ga je dat, die lineaire functie vervangen door die... die sigmoid-functie heet die. Dat is dus diegene die tussen 0 en 1 varieert. En dan wordt die output eigenlijk geïnterpreteerd als een kans. Want op die manier kan je zeggen, als de output dicht tegen de waarde 1 is, dan hebben wij het vermoeden dat hij behoort tot klasse 1 of klasse 2. Dus je kan er eigenlijk maar twee klassen mee voorspellen. Hond en kat, 0 en 1. En dan kan je dus eigenlijk die output interpreteren als dat 0,98 is, dan zeg je, ja, het is eigenlijk een hond, waarschijnlijk, met 98% kans. Dus dat zijn de eenvoudigste neurale netwerken. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Wel, nu, om een neuraal netwerk te kunnen begrijpen, heb je wel wat wiskunde nodig, en dat kan uiteraard weer al zeer intimiderend overkomen, maar in essentie zijn dat heel eenvoudige berekeningen. Daar zit geen zware wiskunde achter in de zin dat je daar integralen of afgeleiden of iets... je moet er wel afgeleiden voor berekenen, maar we gaan die gewoon geven. Hè. Dus de essentie is dat je gewoon getallen gaat vermenigvuldigen en wat optellen en zo. Maar de notatie is zeer belangrijk, omdat je dat anders niet meer kan volgen. Wanneer ik een vetfont gebruik, dan heb ik het over een vector. Normaal vond, dat is een scalar om een getal. Dus een gewoon getalletje. Als ik spreek over, als ik een subscript maak, dan heb ik eigenlijk dan duid ik het ide voorbeeld uit een verzameling aan. Als ik een verzameling van vectoren heb, dan is dat het ide vector. Als ik dat natuurlijk niet vet zet, dan is dat de ide component van die vector. Dus daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. De matrix, dat is met een vette font, zie je dus bijvoorbeeld WL. Dat zal de matrix zijn van gewichten in de elde laag van het netwerk. Dus het superscript... Dat gebruiken we om het laagnummer aan te duiden van het neurale netwerk. Natuurlijk, als ik een specifiek gewicht wil aanduiden, moet ik zeggen, dat is het gewicht van de... het jede gewicht van de iederij in de matrix WL. Dat is één van die gewichtjes die dan tussen die neuronen van de ene laag naar de andere laag. Hier zie je een paar voorbeelden. Dus we hebben hier een vector xi, dat betekent de ide vector uit onze trainingsset. Dat wordt zelfs duidelijk wat dat zal betekenen. De ide vector uit onze trainingsset, namelijk de target vector, i, dat betekent dat is
waar hij kan van leren. Je zegt, je legt dit aan en je wilt dat eruit halen. En dan inwendig hebben we al deze vectoren. Bijvoorbeeld Z3, dat betekent dat zijn de Z-waarden, die, dat zijn dus de gebogen gemiddeldes, in de derde laag. En als je daar 4 neuronen hebt, dan heb je daar natuurlijk 4 van die Z-waardes in zitten. En die 4 Z-waardes worden gecombineerd in een vector. Dan heb je een output, A. A4, dat is dan de output van de vierde laag. En daar zijn 3 neuronen in. Dus heb je daar, dat is een vector met 3 getalletjes. De matrix W3 stelt eigenlijk de gewichten voor in de derde laag. Dus op die manier heb je dan al die gewichtjes, je kan alle draadjes tellen, komen overeen met de gewichtjes in die matrix. Dan heb je de error vector, dat zal ook iets belangrijk worden, dat is dan bijvoorbeeld delta 3. Nu, hoe leert dat zo'n neuraal netwerk? Nu we die notatie wat achter de kiezen hebben, kunnen we daar beter over nadenken. Dus een neuraal netwerk, dat moet getraind worden, want anders kan dat niet doen. En trainen, dat betekent eigenlijk die gewichten gaan fijnstellen. Door al die gewichten stapje per stapje beter af te stellen, zal dat neurale netwerk een bepaalde input kunnen koppelen aan een bepaalde output. Dus een bepaalde x-vector kunnen koppelen aan een bepaalde y-vector. Met andere woorden, hij zal op basis van de x proberen die y-vector te produceren aan zijn output. En dat gaan we doen voor een verzameling van voorbeelden. Dus dat is hier een verzameling, x-i's en y-i's, die de zaken die onze trainingsset genoemd wordt. Dus een trainingsset is gewoon een verzameling van voorbeelden. Ik geef u een input en een bijhorende output. Nog een input en nog een output. Nog een input en nog een output. Goed. Hier zie je zo'n voorbeeld van een trainingsset met 6 voorbeelden. Dus de x1, dat zijn x1 is de vector 0,3, 0,4, 0,8, 0,9 en zo verder. x2 is de vector 0,5, 0,1, 0,5 en zo verder. En de bijhorende output is y1, y2, y3. Dus de output bestaat uit 3 vectoren met lengte 3. En de input bestaat uit vectoren met lengte 7. Dat is hier zomaar willekeurig gekozen. Dat kan iets anders zijn. Dat hangt af van het probleem dat je wilt oplossen. Dat zullen we zelfs verduidelijken. Nu, je gaat dus die eerste vector x1 aanleggen aan de ingang. En je gaat die eerste vector y1 aan de uitgang aanleggen. En dan is het de bedoeling dat we zelfs die gewichten bijsturen. Zodanig dat die input 0,3, 0,4, 0,8 en zo verder. Dat die door dat netwerk zal propageren. In een feed-forward pass, en dat die dan eigenlijk die 0, die 1 en die 0 aan de output zou produceren. Dat gaat natuurlijk initieel niet lukken, maar de bedoeling is dat we die gewichten bijstellen zodanig dat dat wel lukt. Als dat gelukt is, en we hebben die gewichten bijgesteld, dan kunnen we naar de volgende vector gaan en proberen daar weer die gewichten bij te stellen. Dus we gaan eigenlijk het bijstellen van die gewichten, dat gebeurt als het ware overlappend. Dus de eerste vector, dan het eerste voorbeeld, dan het tweede voorbeeld, het derde voorbeeld, en zo verder. En je plaatst dat altijd maar in diezelfde gewichten, ga je die maar altijd maar wat verder bijstellen. Enzovoort, enzovoort, tot als je heel die dataset door bent. En als je die dataset 1 keer hebt doorgelopen, dat noemen wij dan 1 epoch. Dus dat betekent dat je 1 keer de dataset volledig hebt doorlopen. Je gaat dat meerdere keren moeten doen, om je netwerk eigenlijk getraind te krijgen. Dus, hoe gaat dat nu in zijn werk? We hebben dus eigenlijk, wat dat ik in de vorige slides heb uitgelegd, hebben we de feed-forward pass. We leggen dus een vector aan, uit onze voorbeelden. We laten die vector propageren door dat netwerk, en er zal dan een output geproduceerd worden in de laatste laag L met een grote letter. Dus AL is de output die hoort bij die vector. Ik had daar eigenlijk hier beter x underscore i gezet. Dus x index i, maar ja, oké, okay, dat is een detail. Dus wat hebben we? We hebben outputs van ons netwerk die ontstaan zijn als reactie op het aangelegde input. En we hebben een vector waaruit we kunnen leren. En we zien dus, ja, ons netwerk zit er hier grondig naast, want
Het zou hier 0 moeten produceren en het produceert 0,15. Het zou 1 moeten produceren en het produceert 0,26. Enzovoorts. 0 en het produceert 0,8. Dus hier gaan we fouten kunnen uitberekenen. We kunnen dus die twee vectoren van elkaar aftrekken. En dan, in dit geval, kwadrateren we dat. Dat wordt zelfs duidelijk. Waarom? Dat hoeft niet, maar hier doen we dat. En dan hebben we dus eigenlijk fouten die we vinden. Fouten die het netwerk maakt per output neuron. En dan gaan we op basis van die fouten onze gewichten moeten bijstellen door errors te berekenen in elke laag. We gaan dat zelfs bekijken. En zodanig dat we per laag de gewichten kunnen bijstellen. En dan leggen we het tweede voorbeeld aan. En dan doen we dat terug. We vinden weer errors. We laten die weer daar. We berekenen al die errors. En uit die errors berekenen we dan hoe de gewichten moeten bijgesteld worden. En als we dat maar genoeg doen, krijgen we uiteindelijk een getraind neuraal netwerk. Nu, het berekenen van die errors, dat hangt ook weer af van het probleem dat je wilt oplossen. Een van de voorbeelden is een kwadratische kost. Je kan voor één voorbeeld de afstand berekenen tussen de vector die je wenst, ii, en de vector die het neurale netwerk produceert, ali. Dat betekent output in de laatste laag die hoort bij, het i-de voorbeeld. Dus de kost, de fout zou je kunnen zeggen, die we maken voor het i-de voorbeeld, xi, is eigenlijk ja, de afstand, de grootte van de foutvector in het kwadraat en daar de helft van. En dat kan je doen door in dit geval gewoon alle outputs te overlopen. Dus je doet dat zo, dus die j, je sommeert eigenlijk overal die outputs en dan krijg je één getal. Dus die cxi zou dan één getal zijn. Maar je hebt in dit geval ook een vector die je kan berekenen. Je kan dat verschil berekenen. Nu, je zou dit kunnen doen voor alle voorbeelden. En dan heb je een soort van totale error die je hebt op die moment. En de bedoeling is dat we die totale error minimaliseren. Dus dat is eigenlijk onze objective function. En dat kan alleen maar door de gewichten aan te passen. De inputs en de outputs mogen we niet aanpassen, want die krijgen we van het op basis van ons probleem dat we willen oplossen. Het enige wat we kunnen variëren zijn de gewichten W. En daarom staan die dus tussen haakjes. Dus de kost is functie van de gewichten die we dus kunnen bijstellen. Nu, de gebruikte kostfunctie die hangt dus eigenlijk af van datgene wat je wilt doen. Ze hebben dat onderzocht, we gaan daar niet verder op in, maar het komt erop neer dat je bijvoorbeeld voor regressie beter een kwadratische kostfunctie gebruikt, zoals we in de vorige slide al gezien hebben. En dat je bijvoorbeeld voor klassificatie eerder gaat werken met een cross-entropie. De beide functies gaan gewoon proberen te kwantificeren wat de kost is van de fout die uw neuraal netwerk maakt. En het een is beter voor regressie en het ander is beter voor klassificatie. Je hoeft op zich die wiskunde daar niet achter te begrijpen. Maar je moet wel weten, oké, ik heb een kostfunctie en ik heb een andere kostfunctie en de ene gebruik ik daarvoor en de andere gebruik ik daarvoor. Dat is wel belangrijk, dat je de juiste kostfunctie kan gebruiken voor het juiste probleem. De bedoeling bij klassificatie is wel dat je, als je klassificatie doet, dan moeten alle output neuronen die je hebt, die moeten sommeren tot 1. Dus we moeten dat kunnen interpreteren als een kans. En de som van alle mogelijkheden moet gelijk zijn aan 1, want anders heb je geen kansverdeling. Dus als, als we twee output neuronen hebben, dan moet de som van die output neuronen optellen tot 1, maximaal. En dat kunnen we doen als we daar de juiste activatiefunctie gaan insteken, achteraan in het neurale netwerk. Daar komen ze even op terug. Nu, die kostfunctie. Ja, dus ik heb gezegd, dat is hetgeen dat we proberen te minimaliseren. Op het moment dat die kostfunctie minimaal is, is ons neuraal netwerk eigenlijk prima getraind. En beter kunnen we het dan ook niet krijgen.
En de bedoeling is dus dat ons neuraal netwerk door die gewichten bij te stellen, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Hier zie je een kostfunctie in twee dimensies. We gaan eigenlijk proberen de kost te verminderen. En dat doen we door, wiskundig gezien, is dat de gradiënt te berekenen. Dat is eigenlijk een afgeleide in meerdere dimensies. En een afgeleide die wijst normaal gezien in de richting van de stijgende functie. Dus als we daar een minteken voor zetten, dan gaan we in de richting van waar dat de functie daalt. En op die manier kan je met de gradiënt, dus in meerdere dimensies, de richting zoeken waarin we moeten bewegen om onze gewichten bij te stellen. Dus als we in die richting onze gewichten bijstellen, gaan we in de richting van een dalende kost. Dus eigenlijk is dat niks anders dan een objective function, zoals we dat gezien hebben bij genetische algoritmes en evolutionaire algoritmes in het algemeen, waarbij we ook proberen dus die objective function te minimaliseren. Hier doen we datzelfde. De wiskunde erachter is van minder belang, maar ik geef het hiermee, voor degenen die het wel weten, nog wel een gradiënt is, dat je eigenlijk op die manier wiskundig gezien de berekening gaat doen. Voor ons gaat dat wel een bepaald belang hebben dat je moet begrijpen. Oké, we proberen met die gewichten, door die gewichten te variëren, die kost naar beneden te krijgen. Dat is wel de intuïtie die je zeker moet bevatten. Oké, nu, er zijn verschillende manieren eigenlijk om dat te doen. Je kan gewoon in de richting gaan met die gradiënt. En dan noemen we dat stochastic gradient descent. Maar er zijn andere algoritmes die soms sneller en beter zijn. Dus, die bijvoorbeeld rapper zoeken in het begin en dan een beetje vertragen. Je ziet hier een aantal namen en die gaan ook terugkomen als we dat gaan gebruiken in R. Wat dat je hier gewoon van moet weten is, oké, er zijn andere manieren en een belangrijke parameter daarbij is wel de learning rate. De learning rate die gaat zeggen hoe groot ons stapje is in de richting van een dalende kost, dus in de richting van die gradiënt. Die gradiënt gaat zeggen je moet naar daar, maar de vraag is dan hoe ver gaan we dan in die richting? Gaan we grote stapjes nemen of kleine stapjes? En als die stapjes groot zijn, dan is het voordeel natuurlijk dat we rapper naar dat minimum gaan. Dat is een probleem. Als we die stap te groot maken, dan zouden we heel de tijd kunnen zitten springen over dat minimum. Je springt erover, je bent verkeerd, je moet terug, je springt weer te ver terug, je springt dan weer te ver terug in de verkeerde richting en zo blijf je maar oscilleren rond eigenlijk de plaats waar je moet zijn. Als je natuurlijk de stapjes verkleint, ga je beter uitkomen in het diepste punt van dat kommetje. Ja, dat kommetje hier zo. Hè. Maar dan gaat het heel traag trainen. Hè. Dus die andere algoritmes die proberen een soort van middenweg te vinden door snel te gaan en toch op een bepaald moment te kunnen vertragen en het te vinden. Maar dat is een heel wiskundig gebeuren, daar gaan we het niet over hebben. Goed, dus hoe leert het? We moeten altijd leren in twee stappen. Eerst moeten we de input aanleggen en een output produceren. Dat is de eerste stap. En die gaan we dus nu bekijken. Hoe gebeurt dat? We leggen een input aan. We berekenen in de eerste laag. In de eerste laag gebeurt er eigenlijk niks. Die eerste bolletjes die zijn gewoon een soort van doorgeefluik. Dus dat is gewoon de input die we hebben. Dus de output van onze eerste layer zijn geen echte neuronen in de zin dat ze dus verder niets doen. Ze geven gewoon de input door. Dus de output laag A, activation is dat. De activatie van de eerste laag komt gewoon exact overeen met dit. Er staat een fout in de slide hier, dat moet hier X1 zijn uiteraard. Z van de tweede laag is gewoon, als we die inputs binnenkrijgen, dan worden die inputs vermenigvuldigd met de gewichten die tussen die twee lagen zitten. En dan krijgen we intern een vector die al die gewogen gemiddeldes berekent voor elk neuron. Dat wordt dan natuurlijk door die g-functie gestuurd, door een van die
speciale functies, die ReLU-functie of die sigmoid-functie. En die hebben allemaal normaal gezien dezelfde. Al die neuronen in een laag hebben altijd normaal gezien dezelfde activatiefunctie. De verschillende lagen kunnen verschillende activatiefuncties hebben, maar meestal wordt in één laag dezelfde activatiefunctie gekozen. En dan produceren wij zo de output, de activatie van de tweede laag. En dat gaat dan naar de derde laag, daar wordt dan weer de activatie geproduceerd. En zo verder, de vierde laag en in dit geval de vijfde laag. Dus ik heb hier gekozen voor vijf lagen, maar dat maakt eigenlijk verder niet uit. Dus toch nog eens eventjes opmerken, dit moet gewoon X1 zijn. Hè. En dan hebben wij de output. En zo kan je... Hè, eigenlijk elke activatie berekenen. Ik toon hier nog een aantal keren hè, wat eigenlijk de echte waarde is. Dat is gewoon een getalletje. Dus A1,3, dat is de activatie van het eerste neuron in de derde laag. En dat is de G-functie, de activatiefunctie, toepassen op de Z1,3. Dat is dus het gewogen gemiddelde van alle gewichten die toekomen in dat neuron. Menigvuldigd met de activaties van de vorige laag natuurlijk. Goed, om nu te kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurt en hoe dat de berekeningen zelfs gaan verlopen, moet je natuurlijk wel wat wiskunde kennen, maar geen hele moeilijke wiskunde. Het zijn gewoon getalletjes vermenigvuldigen en optellen en in R is daar gewoon altijd een operator voor. We gaan dat ook niet echt doen, maar om te begrijpen hoe een neuraal netwerk werkt, is het wel noodzakelijk dat je daar toch noties van hebt. Dus je kan twee vectoren vermenigvuldigen met de dot-operator, heet dat. En dan ga je dus de V1 maal de W1 doen, plus de V2 maal de W2, plus de V3 maal de W3. Dat produceert dan uiteindelijk gewoon simpelweg een getalletje. Je ziet daar ook een voorbeeld. Als je nu een matrix gaat vermenigvuldigen op die manier, met die dot-operator, met dat inbindig product, met een vector, dan moet je elke rij zo vermenigvuldigen met die vector. En dan heb je dus eigenlijk dat je voor elke rij van de vector, voor elke rij van de matrix, krijg je een getalletje. In plaats van dat je dus één getalletje krijgt, krijg je dus in dit geval twee getalletjes. Je ziet daar het voorbeeld. De dimensies zijn bijvoorbeeld twee rijen en drie kolommen. En als je dat combineert met een 3x1 vector, dat is een kolomvector, dan krijg je een 2x1. Dus je krijgt twee getalletjes onder elkaar. Dat is die 13 en die 11 daar. Dat is die 2x1. Dan heb je nog een operator, dat is zo een cirkeltje met een kruisje in, dat is het uitwendig product. Dat produceert eigenlijk van twee vectoren een matrix. Dat gaan we nodig hebben om de gewichten te updaten. In R bestaat daar ook gewoon een operator voor om dat te doen. Dus dat is niet moeilijk. Je moet die berekening eigenlijk zelf nooit doen. En dan heb je de Hadamard-operator ETI. Dat is dat cirkeltje met dat puntje in. Dat is eigenlijk gewoon de vermenigvuldiging die wij in R al lang kennen. Dus als je twee vectoren hebt en je vermenigvuldigt die, dan gaat hij gewoon elk element van de ene vector dat overeenkomt vermenigvuldigen met elk element van de andere vector. Dus dat is standaard vermenigvuldiging in R. Wat je dan ook nog moet weten is de transponeerfunctie. En als je een matrix transponeert, dan ga je alle rijen omzetten in kolommen en alle kolommen omzetten in rijen. Dus je pakt gewoon een rij van de eerste en je draait die in gedachten om en je maakt daar een kolom van. En je doet dat met de tweede rij ook, dat wordt dan de tweede kolom. Deze derde rij wordt de derde kolom daar in die matrix. Dat is de transponeerfunctie. Transponeren. Goed, dat is het intermezzo. Dat is nodig om het verdere verloop te begrijpen. Nu, we hebben dus onze gewichten. We hebben ons neuraal netwerk eigenlijk laten outputs produceren op basis van een input met de gewichten die er waren. En natuurlijk is dat verkeerd. Hè? Je moet al heel veel geluk hebben dat dat juist zou zijn. Maar dat gaat dus meestal fout zijn.
En daaruit kunnen we errors berekenen. En met die errors kunnen we dan de gewichten berekenen. Wat we nu gaan bekijken is hoe we die errors kunnen berekenen. Dus dat hebben we daar juist bezien. En wat we dus nu doen is, we hebben dus onze output, we hebben onze input aangelegd en we hebben dat laten propageren door dat netwerk. En we hebben aan de output van het netwerk, A5, de activatie in de vijfde laag, dat is de output van ons netwerk. Daar hebben we nu een bepaalde output geproduceerd, die dus mis is. Maar goed. En ik leg nu de vector aan waarvan hij moet leren. Namelijk ii. Dat is de vector die hoort bij xi. En we gaan nu het verschil berekenen tussen die twee vectoren. Dat is een e-vector, want dat is een vector min een vector, is gewoon een vector. En dan gaan we uit die e-vector, door met die Hadamard-operator, kunnen we, als we dan de afgeleide van die g-functie kennen, dan kunnen we dat daaruit de eerste errors berekenen voor de vijfde laag. En we doen dat dan opnieuw via deze functie voor de vierde laag. En zo voor de derde laag. En zo voor de tweede laag. En dus we gaan eigenlijk onze errors laten propageren in de omgekeerde richting. Vandaar de naam van het algoritme backpropagation. Dus je begint met de errors aan de output. En ze worden eigenlijk terug gepropageerd naar voren toe. Merk op, om D4 te kunnen berekenen moet je eerst D5 hebben. En om delta 3 te berekenen, moet je eerst delta 4 hebben. En dus je moet achteraan beginnen met de errors, want die bepalen dan de delta 5 in de laatste laag. En zo verder terug naar voren, naar delta 2. En je hebt daarvoor inderdaad die transponeerfunctie nodig. Hier staat in principe de dot-operator tussen. Je ziet het eigenlijk niet, maar ja. Dus tussen W, de gewichtenmatrix in de vierde laag die je transponeert, dat ga je dan vermenigvuldigen met de dot-operator, die dus niet getekend is, maal delta 4. En dat vermenigvuldig je dan via de Hadamard-operator met de afgeleide van z5. Dus uiteindelijk wordt dat een vector. En dus heel die operatie telkens, dat is telkens een vector die je produceert. Dus we hebben errors in de lagen en we hebben de errors in de laatste laag. Dus de error in de laatste laag kan je dus op deze manier berekenen. Dat staat hier samengevat nog eens. Door dat op die manier te combineren, kan je dat berekenen. De errors in een tussenliggende laag, dus kan je dan berekenen met deze formule. En dat is dus gewoon die getalletjes allemaal met elkaar vermenigvuldigen met die verschillende operatoren die we daar gezien hebben. En dan hebben we dus alle errors berekend. Nu moeten we nog de gewichten kunnen aanpassen. Hoe doen we dat? Wel, om de gewichten aan te passen moet je dan het uitwendig product nemen van de outputlaag van de vorige laag met de errors van de volgende laag. En die bepalen dan hoe de gewichten moeten aangepast worden. Dus delta W L plus 1. Dat betekent dus dat wij de gewichten van een laag kunnen updaten met een bepaalde hoeveelheid. En we gaan dus delta WL moeten optellen bij hetgeen dat er al zit, door eigenlijk de outputs van de vorige laag via het uitwendig product te vermenigvuldigen met de errors van de volgende laag. En zo krijgen wij een matrix die zegt, je moet dit gewichtje zoveel bijsturen, dit gewichtje zoveel, dit gewichtje zoveel, dit gewichtje zoveel. En zo wordt elke laag geüpdate door die delta W's bij die W's eigenlijk op te tellen. Goed, dat is in essentie hoe dat een neuraal netwerk dat gaat doen. En als je dat voldoende doet, gaan die gewichten bijgestuurd worden. Nu, we willen bijvoorbeeld niet zomaar wat vectoren gaan aan elkaar koppelen. We willen bijvoorbeeld afbeeldingen kunnen detecteren. We willen bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hier een 9 op staat. Hoe kunnen we dat nu doen? Ja, we hebben eigenlijk een afbeelding. Een afbeelding bestaat uit pixels. En die pixels die hebben in dit geval alleen maar
zwart-wit waarde, maar goed, dat zou ook, dat zouden ook drie matrices kunnen zijn met drie kleuren RGB. In dit geval is het gewoon zwart-wit. En dan hebben we dus een kleine afbeeldingen van 28 op 28 pixels. Dat is een hele bekende dataset die gebruikt wordt om neurale netwerken te trainen. En ondertussen is het zo dat neurale netwerken daar zo goed in geworden zijn dat ze beter zijn dan de mens om de getalletjes te herkennen. Nu, die afbeeldingen die gaan wij moeten omzetten. Dus als we daar een afbeelding hebben van 28 op 28, ik heb het daar getekend, dan hebben wij 784 inputs. Dus hoe gaan we dat doen? We gaan heel die afbeelding transformeren naar één grote vector. In plaats van een matrix gaan we daar één grote vector van maken van 784 inputs. Dus dat is een transformatie die je moet doen. En aan de output gaan we 10 output neuronen hebben. Omdat die 10, dat komt overeen met het aantal getallen dat wij hebben in ons decimaal talstelsel, 0 tot 9. Dus wij gaan elk getal, 5, 4, 9 en zo verder, moeten coderen naar een vector die overeenkomt met zo'n output. Dus in het voorbeeld hier zie je, de 5 wordt via zogenaamde one-hot encoding omgezet naar een vector 000001000 en zo verder. Dus op die manier moet elk getal ook nog eens omgezet worden. En dan hebben wij het neurale netwerk dat daaronder staat. En dat kunnen we dan gebruiken om afbeeldingen te gaan mappen op die vectoren aan de output. Hoe kunnen we dat bijvoorbeeld realiseren in R? Wel. We kunnen dat doen met Keras. Keras is een hele populaire library momenteel voor het bouwen van die neurale netwerken. En dat is eigenlijk in Python geschreven. En dat is gebaseerd op TensorFlow. En TensorFlow komt van Google en is in C++ geschreven. Is eigenlijk in C++ geschreven, maar het wordt ook gerapt met een Python wrapper. En Keras is daar dan nog eens een wrapper rond, om het nog iets gemakkelijker te maken. En Keras RStudio is dan nog eens een wrapper rond Keras. Dus gewoon maar rappen en alles is in orde. Maar daarvoor moet je dus wel eerst Python installeren. Ja, als je op de link klikt, kan je er de installatie doen. Nu, hoe werkt dat dan? We hebben hier Keras. Eens dat je al die installaties gedaan hebt, kan je dus library Keras gebruiken. Dan kan je de minst dataset importeren. En dan gaan we... er zijn 60.000 van die afbeeldingen van cijfers. Of 70.000. We gaan er daar in ieder geval een 60 of 50.000 tal van gebruiken om te trainen. En een 10.000 gebruiken om nog te testen. Dus we creëren twee datasets, een training set en een test set. En de training set die bestaat dus uit het grootste deel eigenlijk. En we hebben telkens de afbeelding in x zitten en y bevat een getal. 1, 2, 3, 4 en zo verder. Hè. Dat zijn de getalletjes die horen bij die afbeelding. Nu, we moeten die afbeeldingen transformeren naar een eendimensionele vector. Dat doen we met die array reshape methode daar. En dan gaan we dus eigenlijk over van 28 bij 28 naar 784. Dat doen we voor de x. En dat zijn de inputs voor de trainingset en voor de testset. Dan normaliseren we dat nog, omdat daar dus die bitmapwaarden in zitten. Dus we brengen dat tussen 0 en 1. En dan gaan we de outputs moeten one-hot encoden. Dat kan je met de two-categorical function. Je gaat zeggen, ik wil dat je de getalletjes 1 omzet naar een 10-dimensionele vector, zodanig dat het getal 0 zou dan 1 en dan gevolgd door 9 nullen. Het getal 1 zou een 0 zijn met een 1 en dan nog 8 nullen. Zo ga je dat dus doen. En dan bouwen we een sequentieel model, dat betekent dus dat we gewoon laag achter laag zetten. En we doen dan een laag met 256 neuronen. Waar dat betekent dat we dus een hidden layer hebben van 256 neuronen, waar een eerste laag voor zit met 784 neuronen. Dat
heb je hier aan de hand van die input shape. Input shape is hier 784. Dus dat bepaalt dat je 784 neuronen helemaal vooraan hebt, gevolgd door 256 neuronen. Dan komt er nog een laag van 128 neuronen. En dan komt er nog een laag van 10 neuronen. Dus we hebben in totaal 4 lagen, zou je kunnen zeggen, als je de inputlayer erbij neemt. En achteraan hebben wij dus 10 neuronen voor de 10 getallen die we wensen te voorspellen. De activaties zijn ReLU. Dus dat betekent dat is een functie die 0 geeft voor negatieve waarde en dan een lineaire functie. Ik kijk een van de slides terug hoe dat die eruit ziet. En achteraan hebben we een softmax-functie. En een softmax-functie die zorgt ervoor dat de outputs van die 10 neuronen optellen tot 1. Dus met andere woorden, dat we die 10 neuronen kunnen interpreteren als kansen. De kans dat het een 1 is, de kans dat het een 4 is, enzovoort. Nu, om de performantie van het neurale netwerk en het overtrainen van een neurale netwerk tegen te gaan, hebben we er hier dropout layers aan toegevoegd. Dat zijn eigenlijk geen echte layers, maar dat is een manier om de gewichten die tussen die layers zitten, om daar een aantal van die layers, van die gewichten wat kapot te schieten. Dus eigenlijk kapot te maken. De bedoeling is om het neuraal netwerk, in dit neuraal netwerk heeft al zeer veel rekencapaciteit, misschien te veel, waardoor het niet goed zal veralgemenen. Het zal zodanig goed zijn in het voorspellen van de trainingdata, dat het slechter zou worden om te voorspellen wat de testdata is. Omdat het te hard gefocust geraakt, zou je kunnen zeggen, op die trainingdata. Dat noemen wij overtraining, hè? Overfitting. En overfitting is niet goed, want dan heb je wel een fantastisch resultaat op je trainingset, maar een heel slecht resultaat op je testset. Dan ben je er natuurlijk niks mee. Dus dat kan je doen, hè? Hier zie je de mogelijkheden. Je ziet de input layers, de hidden neuronen en de output neuronen hebben hier een softmax. Als je de summary oproept, krijg je dan een samenvatting van eigenlijk de verschillende lagen die er zijn en het aantal gewichten dat daarin zit. Het is in totaal 235.146 gewichten. Dat is al niet mis. Dat zijn al heel veel knopjes om te gaan bijregelen. Als je dat modelletje dan wil bouwen, dan moet je compile oproepen. En dan kan je zeggen, oké, ik wil dat je, als je service gaat trainen, dat je dus de kostfunctie zal een categorical cross-entropy zijn. Dat is dus de cross-entropy-kostfunctie die we gezien hebben, toegepast dan op meerdere, op 10 outputs. We gebruiken dan in dit geval die optimizer, dat is dus die equivalent van die stochastic gradient descent, maar een van die variaties daarop, hè, om dus sneller te zoeken naar dat minimum. En we gaan de accuracy in de oog houden. Hoe goed kan hij dat klassificeren? Het effectieve trainen gebeurt dan hier met de fit-functie, waarbij hij dus inderdaad de inputs en de outputs aanbiedt. En we gaan 30 keer door heel de trainingset lopen. Dat is die epochs. Dus je gaat 30 keer die 50.000 of 60.000 afbeeldingen bekijken. En je gaat wel dat doen. Je gaat niet na elke afbeelding de errors updaten, maar pas na 128 afbeeldingen. Dus je gaat 128 afbeeldingen nemen en alle errors die dat veroorzaakt accumuleren. En dan pas de gewichten updaten. Dus je buffert een beetje eigenlijk. En de validation split, die op 20% staat, die 0,2 daar, die zorgt ervoor dat we van die 50 of 60.000 voorbeelden, dat we er toch nog een paar duizend van overhouden, die we nog apart houden. En daarmee, die gaan we niet aanbieden aan het neurale netwerk om te trainen, maar daar doen we direct een soort van testje op om te zien, zijn we niet te veel aan het overfitten. Dat gaan we direct bekijken. En dan uiteindelijk kan je de echte lakmoesproef doen door je model toe te passen op je testset. En de testset, daar heeft hij nog nooit van gezien, daar heeft hij nog nooit van gehoord, hij heeft hij niet gezien. En dan is natuurlijk de vraag hoe goed doet hij het op de testset. Voilà, dus hier staat dat allemaal nog eens uitgelegd.
Hier zie je dan hoe dat die training verloopt. En je ziet bovenaan de kostfunctie, die neemt dus stilletjes aan af. En dus je berekent de kostfunctie, hoeveel is de kost van uw oplossing, hoe goed is uw neuraal netwerk, dat neemt duidelijk af. De blauwe lijn is diegene van de trainingsset en de groene lijn is die van de validatieset. En je ziet, na 30 epochs is dat sterk afgenomen, maar ook, dus de kosten dalen en de accuracy die gaat omhoog. Maar je ziet ook dat we een divergentie krijgen tussen de fout, dus de kost op de trainingsset, die altijd maar beter wordt, de blauwe lijn. En de groene lijn die begint stilletjes aan te verslechteren. Dus we zijn hier aan het overtrainen eigenlijk. We zijn aan het overfitten. Dus daar moet je voor oppassen. Hè. Dus, je kan dan ook instellen bijvoorbeeld dat hij zoveel keer dat de kost op de validatieset zoveel mag stijgen, alvorens je de training eigenlijk afbreekt. Want anders ben je toch gewoon aan het overfitten. En dan doe je uiteindelijk de lakmoesproef en je ziet, oké, hij haalt 98% accuracy op 10.000 ongeziene afbeeldingen. Dus dat is een mooi resultaat. Hè? Dit moet je maar een keer lezen. Dat is wat achtergrondinformatie. Uiteraard komt dat zeer veel voor. Op Canvas vind je verschillende oefeningen die echt nog wel wat meer intuïtie geven in die neurale netwerken. Je moet daar wat mee experimenteren om goed te begrijpen wat al die parameters doen. Want anders dan heb je daar geen inzicht in. Hè? En dat is wel de essentie toch, dat je de neurale netwerken gebruikt zoals ze moeten gebruikt worden. We houden het hierbij.